Goedendag vanuit de Digitale Mediafabriek in Den Haag. Welkom bij een serie interviews met eigenaars en medewerkers van webwinkels. Deze serie heeft als thema familiebedrijven. Bijzondere verhalen over ondernemende families die soms al generaties lang in de retail zitten. Naast mij zit Robert Treffers. Hij is e-commerce manager bij Bouwman Online. En Bouwman Juwelen Culemborg is al 30 jaar gevestigd aan de markt in Culemborg. In het centrum van de stad. Het zit in een gemeentelijk monument sinds 2008. En Bouwman Online is de internetwinkel van de juwelier. Nou, Robert, welkom. Dankjewel. Een familiebedrijf, Bouwman Online. En jouw achternaam is Treffers. Ja. Hoe zit dat? Dat is een best apart verhaal. Het is de stiefvader van mijn moeder, die destijds, heel lang geleden, volgens mij in 77 of 78, is begonnen met een kleine juwelierszaak in een nog kleiner dorpje Beest. Ja. En van daaruit zijn mijn oom, tante en moeder alle drie juwelier geworden. Oké. De enige die nu nog een actieve juwelierszaak heeft, zijn mijn ouders. Dus mijn moeder en mijn vader. In Culemborg. En die hebben inderdaad de zaak in Culemborg. Ja. En daarboven op kantoor, daar zit ik. Met mijn online winkeltje. Zit jij letterlijk op zolder? Nee. Op de oude slaapkamers van mijn ouders. Oh ja. We hebben vroeger boven de winkel gewoond. Mm-hmm. En in hun oude slaapkamer, daar zit ons kantoor nu. Ja. En aan onze oude woonkamer is het magazijn. En de keuken zit er nog in, want dat is wel handig voor de lunch. Ja. Dus ja, in principe heb ik het redelijk goed voor elkaar. Ja. Dus de winkel in Beest die is gesloten. Ja, ja, ja. Er is alleen nog één winkel in Culemborg. Ja. En je ouders zitten erin. En jij zit erin. Nog meer familie? Nee. Nee? Nee, eigenlijk niet. En jullie verkopen juwelen? Ja, en horloges. Horloges, ja. En dat ben jij dan online gaan verkopen? Dat lijkt me niet eenvoudig. Nee, dat is een stuk minder eenvoudig gebleken, kan ik je vertellen. Ja, wat was het idee om online te gaan verkopen? Nou, het idee was eigenlijk heel anders. Het idee was dat ik ging studeren. Mm-hmm. Na mijn VWO netjes naar de universiteit, zoals het hoort. Maar dat vond ik gewoon echt niet leuk. Nee. Economiestudie bleek volledig wiskunde te zijn. En daar, dat kan ik gewoon niet. Mm-hmm. Of wil ik niet, ik weet het niet. En toen heb ik eigenlijk al na 3 maanden besloten te stoppen met studeren. Om in de zaak van mijn ouders te gaan werken. Maar dat wilde niet gelijk. Kijk, je snapt ouders en kind. Ja. En ik kom daar dan met mijn nieuwe gedachten. En zij doen het al 30 jaar op een bepaalde manier. Ja. Nou, dat houdt redelijk snel op. Dus toen ben ik naar Antwerpen gegaan. Ben ik diamantair geworden. Okay. Een paar maanden op een klein hotelkamertje gewoond. En iedere dag in een kluis diamantjes loepen. En met mijn diploma's teruggekeerd naar Culemborg. Ja, mooi. En toen in de winkel gaan werken, maar ja, het blijft ouders-kind verhaal, dat is gewoon een beetje lastig. Dus wat hebben we toen gedaan? Toen heb ik eigenlijk besloten om via internet dan maar te gaan verkopen. Het was eigenlijk meer een soort van... Je wilde je eigen stukje... Ja, ik wil gewoon iets wat ik zelf vorm kan geven en zelf kan leiden. En doen op de manier zoals ik dat denk dat het goed is. Mm-hmm. En zonder de mensen boos over te maken. En toen ben ik eigenlijk met het spaargeld wat mijn ouders gereserveerd hadden voor mijn studie. ben ik een webwinkel begonnen met kennissen die ik ken via vrienden van mij. Mm-hmm. Ik heb mijn eerste websiteje mee opgericht. Ja. En dat ging live in, 3 jaar geleden. Dus in 2008, oktober 2008. Ja. En precies op tijd om nog enigszins kerstverkopen mee te pakken. Mm-hmm. En dat ging meteen goed? Ja, eigenlijk vanaf dag 1 werden er al dingen verkocht. En natuurlijk ging het allemaal wel lastig, want we hadden natuurlijk maar een heel beperkt budget om een... Ja. Om een webwinkeltje te starten. En dan, dan loop je gewoon tegen dingen aan. Mensen die niet capabel zijn. Dingen die verkeerd gaan. Dingen die kapot gaan. En dat heeft ons ertoe doen besluiten om... Moet ik heel even goed nadenken. Dat is nu augustus 2010 geweest. In januari 2010 al met de nieuwe zaak te gaan werken. En in augustus 2010 ging die webwinkel live. Mm-hmm. En die gebruiken wij sindsdien. Ja. En nou, ik moet zeggen, dat werkt fantastisch. Ja? Ja, daar ben ik echt heel erg over te spreken. Oké, dat is mooi. En als ik het goed begrijp, was het dus eigenlijk niet in jouw jeugd opspraken van... Oh ja, ik ga mijn vader opvolgen in de winkel. Dat is er eigenlijk een beetje toevallig. Ik wilde het altijd wel. Maar ik wilde eigenlijk ook wel gewoon dat studeren. Mm-hmm. En met name ook studentenleven. Dat leek me ook wel, aantrekkelijk. Ja. Maar dat bleek al heel snel. Dat was gewoon niks voor mij. Studentenleven misschien wel, maar de studie erbij niet. Ja, klopt. Nou, dan kun je wel eeuwig doorgaan met studeren. Studentenleven, ja. Maar dat schiet dus gewoon niet op. En toen ben ik gewoon redelijk vroeg begonnen. Ja.
Nou, je zei zelf net al van het ouder-kind ding is eigenlijk wel lastig. Mm-hmm. Dat is natuurlijk de reden dat je... Ja, dat is nog steeds wel lastig. Dat is nog steeds wel lastig. Gewoon, ja, de meeste mensen zullen zich voor kunnen stellen. Je houdt veel van je ouders, maar mm-hmm. je hebt een bepaalde frictie. Zijn er ook voordelen te benoemen? Voordelen zijn er wel, want als wij om 6 uur zitten te eten en er zit iets dwars, dan kun je dat alsnog, even bespreken. Ja. Is dat niet ook meteen een nadeel, dat je het alleen maar over werk hebt? Ja, ik zeg vaak van nou is het klaar. Ja, ja nu dan is het. Dan is het ook gelijk klaar. Ja. Dan wordt ook gewoon niet meer over werk gepraat. Nee. Af en toe nog een keer wordt het nog een keer aangehaald. In de eerdere interviews heb ik wel gehoord dat bij de kerst, het kerstdiner het de hele tijd over werk ging, totdat de aanhang ging sputteren. Ja. En dan daarna nog. Nee, bij ons eigenlijk bij het kerstdiner iedereen een ondernemer. Ja. Dus dan gaat het al redelijk snel ook gewoon over bedrijfsmatige dingen en zorgen, oplossingen. Dus in principe is dat ook wel leuk, zonder daar echt heel uren op door te draven. Ja, precies. Ja. Natuurlijk worden er ook wel grapjes gemaakt en zo. Mm-hmm. En hoe gaan jullie om? Nou, ik ben sowieso benieuwd hoe de merken reageren, want ik hoor vaak dat die daar moeite mee hebben. Als je luxe merken online gaat verkopen, dat... Ja, dat is niet altijd even makkelijk geweest, nee. Dat heeft ons, er zijn twee manieren om het te doen. Het gewoon doen, mm-hmm. of wachten totdat je echt daadwerkelijk de goede papieren en toestemmingen krijgt. Nou, er zijn genoeg voorbeelden te noemen van mensen die het gewoon doen, maar wij mm-hmm. hebben altijd netjes gewacht totdat wij ook vanuit het merk, dan wel importeur of fabrikant, toestemming kregen om de spullen te gaan verkopen. Ja. En ja, dat heeft er toch toegeleid dat wij wel heel, heel erg gesteund worden. Ja. Ook door de merken. En dan moet je denken aan snellere levertijden. En gewoon mensen die veel meer voor ons doen. Mm-hmm. Heeft misschien ook mee te maken met dat we 2 keer zoveel afnemen als voorheen. Maar het is allemaal heel positief. En er komen merken naar ons toe. Ja. En als wij een nieuw merk benaderen. Recent een heel mooi nieuw horlogemerk benaderd. En dan wordt er toch naar je webwinkel gekeken. Ja. En dan zien ze op je webwinkel zien ze eigenlijk al wat je verkoopt. Mm-hmm. En dan krijg je toestemming van, ja god, je mag het in de winkel verkopen. Verkoop het dan ook maar online. Oké. Okay. Dus dat wordt makkelijker dan? Ja, alles wordt een stuk makkelijker. Ja. En hoe lever je? Is het niet vanuit de winkel, neem ik aan? Wij leveren veel, veel uit eigen voorraad en mm-hmm. veel uit de winkel. Ja. Spullen die moeilijk verkrijgbaar zijn, daar proberen we altijd een goede voorraad van te houden. Want we weten gewoon, dat heeft niemand, om het zomaar te zeggen. Je wil niet weten hoe vaak wij gebeld worden met het verhaal, het is overal uitverkocht en jullie hebben het nog. Ja, dat klopt. Maar dat komt ook omdat er niet één artikel op voorraad is, maar echt veel. Veel, ja. En dat leveren we uit eigen winkel. En daarnaast, ja, er zijn natuurlijk ook horlogemerken die 700 horloges voeren in de collectie. Nou, die heb je niet alle 700 staan. Nee. Dan heb je een referentiecollectie staan voor je in je winkel. En de rest laat je overkomen. Ja. En dat gebeurt meestal binnen 1 of 2 werkdagen dat wij het in huis hebben, vanuit Zwitserland vaak. Dus het komt wel voor dat je iets levert vanuit de winkel? Dat komt zeker heel vaak voor. Echt een merendeel van wat we verkopen komt rechtstreeks uit de winkel. Okay. Alleen, ja, soms is het op of soms is er iets niet wat wij in de basiscollectie hebben staan. We kunnen natuurlijk niet alles zomaar pakken. Dus soms heb je iets wat niet in de basiscollectie zit. Dan bestel je na. En dat is er dan binnen enkele dagen. En dan kunnen we het alsnog gewoon verzenden. Ja. En hoe ga je daarmee om? Want het lijkt me lastig. We hadden het net al eventjes over een ERP-systeem, wat nu even niet zo lekker werkt. Nee. hoe voorkom je dat mensen in de winkel misgrijpen of mensen die online hebben besteld misgrijpen? Ik denk dat mensen niet heel snel misgrijpen. We krijgen natuurlijk wel mensen in onze winkel. Dus klanten die komen van soms wel heel ver om spullen uit te zoeken. Mm-hmm. Ja, als je dan gewoon netjes met ze gaat zitten en uitlegt dat we niet alles op voorraad kunnen hebben. En een kopje koffie erbij. Ja. En mensen die bijvoorbeeld komen voor een horloge met een zwarte plaat, maar je hebt een zwarte wijze plaat, maar je hebt hem alleen met een witte. Nou, dan denk ik dat heel veel mensen ook wel kunnen voorstellen hoe dat die dan met een zwarte wijze plaat eruit zou zien. Ja. En dat is wel het fijne van een referentiecollectie. Dus wel een deel op voorraad hebben, mm-hmm. minimaal. Ja, en het gaat goed met de webwinkel? Het gaat uitzonderlijk goed met de webwinkel. En als je zegt uitzonderlijk goed, dan is dat beter dan de fysieke winkel? Op zich wel. Het gaat met allebei heel erg goed. Het is eigenlijk ongekend. De juweliersbranche, van wat ik om me heen hoor, draait niet super. Nee. Ik ken genoeg voorbeelden van collega's die het niet heel erg goed voor elkaar hebben. Onze winkel die is nooit naar beneden gegaan sinds de webwinkel er is. Okay. Dus de fysieke winkel plus. En de webwinkel groeit uit zichzelf, is autonoom. Mm-hmm. En,
Ja, dat gaat gewoon hartstikke goed. En als je naar de verhoudingen kijkt, hoeveel procent komt er uit de webwinkel van de omzet? Het zijn tot nu toe nog twee gescheiden bedrijven. Okay. Dus je kan het niet echt in percentages uitdrukken. Ik weet wel dat ik dit jaar waarschijnlijk de winkel voorbij streef. Ja. En puur en alleen omzet technisch gezien. Ja. Maar mensen zeggen wel eens dat een webwinkel runnen veel goedkoper is, maar dat is niet waar. Om onze webwinkel draaiende te houden heb ik 5 mensen personeel. Mm-hmm. En mijn ouders die draaien de zaak met z'n tweeën. Ja. En 1 parttimer. Ja. Dus dat is alleen al een klein ja, kostenpostje wat verschillend is. Ja. En advertentiekosten, als je ziet wat Google iedere maand van ons overneemt, om het zo maar te zeggen. Ja, dat doen mijn ouders ook niet. Nee. Dus misschien dat mijn ouders er nog wel meer aan overhouden. Maar ik denk dat wij zeker op termijn groter worden. Ja. Het is ook echt wij en zij, hè? Op dit moment is het wel wij en zij, ja. Ja, nee, ja. De bedoeling is ook echt dat we van de opbrengsten van de webwinkel, tenminste ik, de fysieke winkel gaan kopen. Okay. Voor mijn ouders pensioen zorgen, maar dat begint steeds meer de goede kant op te gaan, want die, ze worden wel een beetje een dagje ouder natuurlijk, met alle respect. Maar ik kan er haast niet op wachten om het hele spul te precies. hebben. Precies, want dat wilde ik vragen, hoe gaat de toekomst eruit zien, maar dat dus, je wilt het hele spul. Ja, daar moeten nog wel wat stappen voor gezet worden, want we zitten natuurlijk, ik ben natuurlijk maar in mijn eentje, mijn ouders zijn met z'n tweeën. Ja, ik heb niemand erbij in de zaak, ik heb personeel, waar ik heel blij mee ben. Maar ik weet nog niet of dat die op termijn de zaak kunnen runnen als ik in de winkel sta. Nee. Dat moet ik maar bekijken, dat weet ik echt niet. Over wat voor termijn hebben we het dan? Een jaar of 2, 3. Oké, dat is al redelijk snel, ja. 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 We gaan morgen zelfs met mijn vader naar de accountant daarvoor. Okay. Om alvast wat dingen te bespreken voor over 3 jaar, als het misschien zover is. Maar de kunst is om een bedrijf neer te zetten wat eigenlijk op zichzelf kan draaien. Mm-hmm. Zonder dat ik er ben. Ja. En ik ben vorig jaar voor het eerst in 3 jaar op vakantie geweest, 2 weken. Nou, en dan merk je wel dat ik wel een beetje gemist ben. Okay. Ja. Dus daar ligt de uitdaging, zeker voor nu en 2 jaar. Om een zelfstandig bedrijf neer te zetten wat nog meer doet met computers. Ja. Integratie van winkel naar webwinkel, dat moet steeds meer worden. Mijn ouders die hebben vroeger gedaan met kaartenbakken en dan opschrijven. En wij doen alles met computers. Ja. En dat moet langzaamaan een beetje de toekomst gaan worden, ook voor de fysieke winkel. Ja. Nou, ik vind het goed klinken. Ja, toch? Ja. Ik wens heel veel succes. En wellicht spreken we elkaar over 2, 3 jaar nog eens een keer. Ja, ben ik heel benieuwd misschien wel. Hoe het gaat. Dankjewel. Goed, graag gedaan. En u ook bedankt voor het kijken. En tot ziens vanuit de Digitale Mediafabriek in Den Haag.